Ik ben hier een groep hortensia's aan het planten. En dat doe ik niet helemaal voor niets. 25 mei, dan is het zover. Dan is het de Hortensia Week. Dan draait alles om de hortensia. Ja, en dat mag ook wel, want dan gaan ze er weer heel mooi bij staan. Ze gaan bloeien en je kan er lekker van genieten. In dit geval ben ik met de Forever and Ever bezig. En dit is de Hydrangea macrophylla. Het is een tellersoort. Je hebt natuurlijk de mooie boerenhortensia met die ronde bloemen erin. De tellersoort heeft wat meer schermen en is een randbloeier. Die bloemen zitten aan de buitenkant. Ik heb hier bijvoorbeeld de blauwe neergezet. En ik heb er hier eentje. Kijk, die heeft wat die roze bloemen erin zitten. Ja, deze hortensia's die bloeien op een eenjarige en tweejarige hout. En dat is dus een voordeel. Heb je op een gegeven moment een hortensia die iets te groot aan het worden is, dan kan je hem snoeien en heb je het jaar erop toch nog bloemen. Ja, en daar genieten we van, toch?